Story van frustratie naar focus. Gisteren sprak ik met een hele lieve klant die midden bij mij in het traject zit. En ze zegt: Janneke, ik krijg mijn gedachten gewoon niet meer goed. Er gaan al heel veel dingen goed. Ze eet fantastisch goed, gezond, precies wat ik er voorschrijf, wat ze nodig heeft. Maar ze zit midden in de afdoodfase. En de afdoodfase kan soms wel echt heel frustrerend zijn. Vooral bij haar. Ze heeft ook last van, even uit mijn hoofd, hoeveel parasieten heeft ze. Volgens mij heeft ze 4 parasieten, een schimmel en een gist. Dus ze heeft van alles in die darmen zitten die we aan het afdoden zijn. En het heeft dan eventjes tijd nodig. Dat doet ze op een natuurlijke manier. Dus geen antibioticum gebruiken we ervoor, maar gewoon natuurlijke afdoodmiddelen. Maar dat kan dan altijd wel eventjes duren. Maar waarbij ze dus zei: Janneke, ik voel me gefrustreerd. Ik krijg mijn gedachten niet op orde. Ik zie hoge bergen. Terwijl in het begin ging het helemaal goed. Ze kreeg de gedachten niet meer op orde. Er was ook veel gaande in haar leven. Dus ze zegt: help, wat moet ik doen? En die gedachten die gaan mijn genezing in de weg staan. Want ze zei ook van: ik voel me ineens niet waard. Waar ben ik mee bezig? Het gaat me toch niet lukken. Wat een hoop gedoe. Waarom doe ik dit nu eigenlijk? Dus van die frustratie naar die focus brengen. En dat is nou eigenlijk echt een mega onderdeel in de body love story. Want het is niet alleen gezond eten. Het is niet alleen kijken naar de genezing of naar het... Hoe zeg je dat? Ontlastingsonderzoek van wat er gaande is en welke pillen je moet slikken. Het is ook de eigenwaarde, jouw eigenwaarde, jouw zijn, wat er bij jou hoort en past. En dat is ook de stap 1, want om je lichaam te genezen is eigenlijk in 3 stappen verdeeld. Dat is 1, jij, de eigenaar, die heeft wensen, maar die heeft ook een eigenwaarde. Die heeft ook heel veel negatieve gedachten die belemmeren. Stap 2 is de body voeden. Dat is door middel van ontlastingsonderzoek kijken van wat heeft de body nodig, welke voeding heeft de body nodig en wat doe je daarmee. Die stap is eigenlijk voor mij het simpelste. En dan hebben we stap 3, de mind, de stress die er vaak is. De eerste 2 stappen die zijn voor mij vaak het moeilijkste, omdat de eerste stap, dat is bezig zijn met de eigenwaarde en de wensen van de eigenaar om al die gedachten op een focus te krijgen. Ik ga je zo meteen een opdracht meegeven, die is echt mega waardevol als je die gaat doen, want daarmee krijg je echt die gedachten inzichtelijk en op orde. Die eerste stap die is voor de eigenaar vaak ook het lastigste. Zeker als we in het traject bezig zijn, komen we erachter bijvoorbeeld dat die belemmerende gedachten de genezing in de weg zitten. Terwijl ze dan zegt: ja, ik kan onwijs goed gezond eten, ik weet wat ik moet doen. En dan ineens gaan mijn gedachten van: ik wil taart eten of ik ben het niet waard en waarvoor doe ik dit? En mijn gezin is het meer waard dan ik. Nou, daar ga ik dan dus echt op focussen. De derde stap is voor mij ook altijd iets moeilijker, omdat de eigenaar aangezet moet worden. Maar ik zet de eigenaar eerst aan met stap 1. Dus als haar overtuigingen zijn dat ze het waard is, dat ze een fantastische meid is, ik noem maar even een paar dingen op. Dan is stap 3 makkelijk. Want stap 3 is kijken waar kunnen we de stress naar beneden halen. Bijvoorbeeld gaan wandelen. Bijvoorbeeld yoga, meditatie. Het hoeft niet lang te zijn, hè? 10 minuten per dag. Maar als jij in stap 1 jouw wensen is, bijvoorbeeld: ik wil afvallen, maar daarin zeg je: ik ben het niet waard, ik heb geen tijd. Ja, dan lukt stap 3 ook niet. Begrijp je dan? Oké. Dus hoe komen we nou van die frustratie van haar naar de focus? Nou, daarvoor zijn een aantal opdrachten die heel erg makkelijk zijn. Maar het is belangrijk om inzichtelijk te krijgen wat jouw gedachten nou zijn en waar die chaos nou mee bezig is. 1. Schrijf je wensen op. De meeste van mijn lieve klanten komen bij mij is echt dat ze zich weer vrouwelijk willen voelen. Dat ze niet continu bezig willen zijn met hun darmen. Niet opgeblazen gevoel willen hebben. Niet de hele dag scheetjes willen laten. Dat ze zich ervoor schamen. Dat ze gewoon normaal kunnen doen. Zonder, weet je, dat ze een etentje met hun collega's kunnen doen. Kunnen naar een feestje kunnen gaan zonder dat er problemen zijn. Of dat ze er daar helemaal niet naartoe gaan. Dus dat zijn best wel grote wensen. Dat ze op vakantie kunnen gaan. Of dat ze kunnen gaan hardlopen zonder dat ze bijvoorbeeld in hun broek ontlasting hebben. Allemaal dat soort dingen. Dus veel meer vrouw kunnen zijn, bezig kunnen zijn met wat ze leuk vinden. Afijn, als je al een tijd ziek bent of last hebt, dan kunnen er gedachten komen van:
gaat me niet lukken. Ik ben het niet waard. Ik heb al zoveel gedaan. Waarom zou het nu wel lukken? Noem maar op. Ik kan even niet snel anderen bedenken. Enfin, wat altijd de eerste opdracht is, en niet altijd, maar dit is echt een opdracht die jij ook kan doen om inzicht te krijgen in jouw gedachtes. We hebben zoveel gedachtes de hele dag door, dat je soms niet eens doorhebt wat je denkt. Ik zou zeggen, koop een leuk boekje of een notitie op je telefoon en ga alle gedachtes opschrijven die in je opkomen. Soms dan denk je echt, moet ik weer schrijven? Ik ben alleen maar de hele tijd gedachten aan het schrijven. Dat klopt. Maar op die manier krijg je het inzichtelijk wat jouw gedachtes zijn. Bijvoorbeeld, ik zal toch nooit afvallen. Oh, ik ben dik. Ik ben het niet waard. Wat ben ik een naar mens? Oh, ik ben echt niet streng genoeg voor mezelf. Oh, ik doe er echt niet toe. Oh, ik zou wat harder moeten werken. Oh, ik verdien het niet om dit te doen. Houdt mijn man wel van me? Zie wel dat mijn man niet van me houdt. Allemaal dat soort gedachtes. Ik zie er niet uit. Mijn gezicht is lelijk. Vrouwen met acne bijvoorbeeld. Al die gedachtes die op een dag voorbij komen, dat is niet normaal. Als je dat een week doet, dan 1. Worden je gedachtes al positiever. Positiever dan op dag 1. En je krijgt echt inzicht wat je de hele dag tegen jezelf zegt. Ik had ook een vrouw die zei de hele dag tegen zichzelf van je doet er niet toe. Zelfs van, je mag niet leven, je bent het niet waard, je bent lelijk. En noem maar op wat voor negatieve gedachten er eigenlijk de hele dag bij haar naar doorkwamen. En doordat ze dat een week aan het opschrijven was, waarbij ik ook echt zei van, je moet het blijven schrijven. Ook al heb je die gedachten vandaag al 6 of 7 keer opgeschreven, al is het 100 keer, je blijft het opschrijven. Doordat je continu het opschrijft en het eigenlijk van je afschrijft, ga je inzien van welke gedachten je de hele dag hebt. En daarna kan het best een klap in je gezicht zijn dat je denkt, wow. Sommigen die zijn ook echt wel eventjes van slag van te denken, wow, wat gebeurt er eigenlijk de hele dag met mij? Wat doe ik mezelf eigenlijk aan? En dan is vaak de volgende stap dat we gaan kijken, wat zijn de onderliggende diepe gedachten hierin en hoe kunnen we die positief krijgen? En als dat opgeruimd is, dan ga je zien dat die genezing vaak vanzelf gaat. Want dan heb je ineens zin in om gezond te eten en ervoor te gaan en yes, je bent het waard. Ik zou zeggen, begin met deze opdracht. Ik krijg 2 dingen. Begin met deze opdracht en schrijf je in voor de gratis masterclass, de Body Love Story. Want daar ga ik op verder van, hoe maak je die gedachtes positief? Of wat kan je wel zien? Hoe word je het wel? Nee, dat is niet het goede woord. Hoe word je het wel waard? Want je bent het al hartstikke waard. Maar hoe krijg je die gedachtes bij jezelf goed? En op deze manier krijg je echt focus in je gedachtes. Van frustratie naar focus. En ik zou het doen, want je bent het waard. En het is super goed voor je. Schrijf je in de Body Love Story. Daar leg ik de 3 stappen uit van eigenwaarde. Wat wil ik zeggen? Van eigenwaarde, body en de mindset. Maar ook, we gaan vooral aan de slag van welke voeding is goed voor je. Maar ook van hoe krijg je weer focus in je gedachten. Want je bent het onwijs waard. Ik wil je bedanken voor het kijken. Volg me voor meer darmtips. En hoe je je genezing zelf in elkaar kan zetten. En tot de volgende keer. Doeg!